Een auto is zaterdagmorgen vroeg te water geraakt in Liende. Dat gebeurde rond 1:30 op de provinciale weg ter hoogte van de burgemeester Houtkoperlaan. De oorzaak van het te water gaan van de auto is niet bekend. Er was geen andere partij bij het ongeval betrokken. De automobilist moest door de brandweer worden bevrijd, waarbij het dak van de wagen werd verwijderd. De bestuurder is met onbekend letsel vervoerd naar het ziekenhuis.